Shit, man. Holy poop. Ik heb al mijn stuff nog. Ik heb al mijn stuff nog. Bla bla bla. Oh, kakwater, serieus. Hallo iedereen, welkom bij Belgian Universe. Vandaag weer Survival Island. En jullie zien het misschien al. En ja, ik heb er dus weer een tweede varken in gezet, omdat ik kleintjes wou maken. Daarbuiten staat er nog eentje heel zielig, die ga ik ook naar binnen laten komen. En ik had dus gevraagd voor een naam te geven voor ons schaap hier, die nu aan het zwemmen is. Als naam had ik gekregen Joske. Dus, wat gaan we doen? We gaan, als we woed hebben, ja, we gaan naamplaatjes maken en het schaap, op, zo maak ik dat denk ik, ja. Dus, deze schaap moeten we Joske noemen, schaap, wup, Joske, beetje mooi maken. Dan moest ik ook het schaap nog Henk noemen, of het schaap Sorrow. Ik heb hier twee varkens, dus als jullie het niet erg vinden. Varken 1. Henk, hoop. Varken 1, Henk. Varken 2. En die noemen Zorro. Voilà. Dus Joske, Henk en Zorro. Nu, het probleem is, ik ga ook kleintjes maken en het zijn dus nu twee mannetjes. Maar we gaan proberen. Wat, kan ik nu geen kleintjes meer maken met die varkens? Oh, 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 oh. Ah! Holy shit! Die hebben dus gewoon even een kleintje gemaakt. En ik dacht dat je nog moet met wie het moest, maar nu is het met wortels dus. Oké. Maar jullie hebben het misschien niet gezien. Maar er is dus wel iets gebeurd. Ik heb het denk ik niet kunnen laten zien. Want Simon heeft het nog niet geüpload. Maar zoals je nu ziet, ik heb minder stuff. En hoe komt dat? Omdat Simon. Het bliksem buiten. Omdat ik was naar Siebe zijn huis gegaan. Zult het wel zien in het filmpje. En ja, ik sloeg hem een keer. En Siebe heeft mij toen daarna gemold. En dat was wel een beetje kak. En nu ben ik de helft van mijn spullen kwijt. Dus. En hier laat ik het dus niet bij. Ook heb ik net vernomen. Dat Siebe dus vriend is geworden met Gamefy the Nation, of gewoon weg Jelle. Dus dat is denk ik een beetje een complot tegen mij, zowat. Dus daar moet ik ook weer mee oppassen. Maar ik ga ook hulp inschakelen. Ik ga ook hulp inschakelen. Dus dat komt allemaal wel in orde. Ik ga 5 wortelen meenemen en tjoep. Ook wat patatten. Voilà. Wat zou ik nog meenemen? Ah, want ik ga. Want ik zou nu willen mijnen. Misschien kunnen we hier nog een gat maken voor een kist of zo. Of hier. Ik weet niet. Ik zou willen gaan mijnen. Ach man, we moeten echt een kist maken. Hè. Zullen hier wat uittikken die geholen. Tjoep. Voilà. La 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 la. Ik heb hier niet genoeg hout. Scheisse. Nu ziet mijn trap er wel niet meer mooi uit, maar zwart.
I don't care. I don't care. Misschien kunnen we het nog wel mooi maken. Gaga, oelalala. Zo. 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 Deze steken we weg. Deze. Dus hier gaan we mee op adventure. Ons zwaard hier, onze pickaxe. Voet steken we allemaal van achter. Nog een zwaard. Pickaxe. Shovel. Oké, we gaan eens even op zoek gaan naar een mijn. Oké, torches. Very important. Het is wel kijk dat, dat het regent. Maar ja. Oef, het bliksemt. Scheisse zeg. Ik denk dat we hier een gat gaan graven. Zo. Ik weet niet of we zullen eens gaan zien of er ergens een mijn is. Zou hier een mijn zijn? Het ziet er dat van niet dus. Kom aan. Kapot. Oké, hier is geen mijn. Oké. Maar ik zeg het u, ik krijg Siebe nog wel te pakken. Met zijn snode plannen. Hij heeft al full armor, denk ik ook al. Ja, oeh, hier is een mijn. Oké. Hallo? In het donkere nacht gaat Jobster op survival in de mijn. Hij weet nog niet wat er allemaal in de mijn verstopt zit. Maar daar komt hij zo wel weer achter. Weet je, volgens mij staan de monsters af. Ik heb de monsters moeten afzetten van Siebe. Blijkbaar staan die nu nog altijd af. En ik moest hem afzetten omdat hij zou kunnen gaan minen. En nu ben ik al even aan het filmen, dus ik ga het nu weer niet opzetten. Maar ik zal het, als ik het niet vergeet, de volgende keer wel terug opzetten. Dus hopelijk vergeet ik het niet. Maar jongens, hopelijk vind ik mijn weg nog terug, want volgens mij vindt Siebe nooit zijn weg nog terug. Echt niet. Ik heb nog een vraagje voor jullie. Zou ik deze serie echt elke week laten gebeuren op Belgian Universe? Of zou ik de ene week een ander spel doen? En ja, ik bedoel, deze week Survival Island. En dan de volgende week doe ik een ander spel. En die week dan terug dit spel. Je weet wel wat ik bedoel. Ah, kijk, man. Soms haat ik hier echt water, hè. Maar laat mij even heel even weten of dat ik ook nog een ander spel voor jullie moet spelen. Dat het niet altijd Survival Island, deze series is. Ook jongens, vertel ook zeker verder met jullie vrienden over Belgian Universe. Want als we 200 subs hebben gehaald, dan gaan wij een giveaway doen. Maar weet je misschien wel van een titel en dan mogen er spelers meedoen op de server. En ik weet nog niet hoe we het gaan doen. Of nog totaal niet. Dus dat is nog even afwachten. We hebben zeker nog rond de 20 abonnees nodig, denk ik. Zien? Aha, hier op plafond. Je moet altijd zeker boven uw kop kijken, want zoals je ziet, ik mis heel veel. En wat ik eigenlijk wel best heel nice vind aan de update van de Minecraft, is dat je nu XP krijgt van het mijnen van kool. Ik weet niet of dat alleen bij kool is, ik denk ook redstone. Ik ben niet zeker. Maar zwart. Waar dus shovel? Every day I'm shuffling. En als je op mijn kanaal tickets hebt gezien, dan heb je misschien al wel eens gezien dat ik aan het mijnen was en ik had diamonds gevonden. En ik was aan het zingen like a diamond in the sky. Je kent dat wel, hè? La 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 la.
En toen viel ik in de lava met mijn 4 diamonds. En dat was echt heel kak. En sindsdien achtervolgt dat liedje mij continu. Is gisteren nog. Ik kwam samen met Monkey, of Ernie, of William ook kennen. Naar huis reden van school met de auto. En toen kwam het liedje van Like a Diamond in the Sky weer al op de radio. Ik dacht, oh nee, dat is het liedje weer. Dat volgt me echt continu. Dat is echt niet normaal. En nu graai we hier heel even wat kool uit de mijn. Ik weet, het is misschien een beetje saai, maar ik zal proberen iets nuttigs te vertellen. Nou ja, iets nuttigs. Stoem water, echt waar. Echt, oh man. Weet je wat ik nu eigenlijk wel zou willen vinden? Zo'n abandoned mineshaft. Oh yeah. Dat zou echt vies nice zijn. En ik vind hier weer een heleboel dingetjes. Maar ik zet gewoon maar genoeg toortjes neer. Anders, oh god, weer ik mijn weg totaal niet terug. Wow, shit. Ik zie daar wel een vleermuis. Hallo meneer. Zijn even vleermuis. Putweet. Oké, wacht even. We gaan raken weer naar beneden. Want ik zie daar op in de verte volgens mij lava. Hop. Okido. Oh yeah. Lots of lava. Ik vind het hier eigenlijk heel onveilig. Dus ik ga terug. Hier nog wat meegrinden. Ah, mijn stone pickaxe is bijna kapot. Maar ik heb dus van Sibbe de iron pickaxe gekregen en de iron swords. Daar ben ik hem wel dankbaar voor, want omdat ik nu aan het mijnen ben. Very easy. Hier mijn iron. Misschien kunt je het niet zien op je scherm nu. Wacht. Nu wel. ja, soms zal het misschien wel wat donker zijn. Kool, kool, ik heb veel kool nodig. La 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 la, kool, kool, kool. Hey jongens, ik zou zeker zeggen, ga zeker naar iTunes, want CB heeft zijn nieuwe hut. De grootste hut is het geworden van zijn kool-lied, van zijn iron-lied, van zijn redstone-lied. Ik weet niet meer hoe het gaat. Ik kan het niet nazingen, want anders is het weer copyright. Jawel. Nee, ik weet niet meer hoe het liedje ging. Van la la la, redstone lied, la la, zoiets. Wel, oh nee, ik kan geen toortjes. Oh, redstone. Redstone, redstone, redstone. Ja, dat was het. Oh shit. Waarom heb ik weer geen wooden planks bij? Je weet. Scheisse, scheisse, scheisse. Oké, wacht even. Naast lava vind ik het heel gevaarlijk, maar waar lava is, daar. Oh! Daar vind je altijd de treasures. Of the precious. Wow! Jongens, ik raak hier nooit meer naar boven. Ik weet niet, maar ik zal in tevolg eens een texture pack opzetten. En dan is dat veel leuker, hè. Tuurlijk. Ah, licht. Zal ik een texture pack opzetten? Welke zal ik opzetten? Ik heb John Smith texture pack. Dat is best wel kingdom-achtig. Sorry als jullie nu niet veel kunnen zien. Oh man, zie je veel kool? Shit, jongen. Muur van kool. De Berlijnse muur van mijn kool, jongen. Wauw. Oeh. Nice. We got the emerald. Da-da-da-da. Web. Oh, het is een web. Oké, nice, nice, nice. Oh, daar is nog meer. Of komen wij hiervan? Ja, hier komen wij van. Denk ik toch. Wow!
franchise, jongen. Oké. Hup. Jumpy, jumpy, jump. Oep. En ik hoop eens goud te vinden, want ik wil wel een gouden kroon maken. Al heb ik wel een kroon op mijn kop al, maar... Ja, boeien. Ik wil een andere kroon. Die Simon heeft gemaakt, is niet mooi. Wel, het is best wel mooi zijn. Moest hij het weer even kijken, dan moest hij zich weer teleurgesteld voelen. Dus dat... Goldshit, goldshit, mijnen maar, goldshit, goldshit, ik kan nu een kroon maken. Ik ben de weg totaal kwijt, maar dat boeit mij niet. Hey. Ik raak wel terug thuis. No problem, no problem, no problem. Ik weet niet hoeveel redstone Simon al heeft, maar... Och, man. Hier is ook wel lot of lots redstone. Eens kijken of ik al heb. Waarschijnlijk al veel stacks. Een stack en 25, ja. Oké. Altijd langs lava zijn er wel trashes, dus... Of precious. Waarom zeg ik altijd trashes? Ik weet niet precies, want er is wel een hele kleine... Wow! Oké, laat het. Dan gaan we even verder kijken. Wauw. En we gaan dus binnenkort ook een grote muur bouwen rond ons kasteel. En, maar daar heb ik wel misschien hulp voor nodig. Want, ja, zo weet ik wel, ik ben van plan een heel groot kingdom te bouwen. Nu wonen wij nog gewoon in een huisje. En dat is best klein. Het is wel een goed begin, maar... Doe maar verder gaan, hè. Hop. Ah, fuck! Ik weet niet hoe lang dit al is, maar ik zal het filmpje wel in twee splitsen. Zo. Ik graai gewoon alles mee wat er te graaien valt. En als mijn dingen op is, dan heb ik pech. Denk ik dan maar. Hoe ga ik dit meegraaien? Ja, nee, oh, fuck, nu had ik echt wel geluk, man. Oké, wat is hier te zien? Niet echt veel, maar... Ik kan nog eens... Oh, nee, ik wil echt niet dat mijn... Wow, mijn pickaxe kapot gaat. Is er echt niks meer te zien? Oké. Okido. La la la. Blijven gewoon rustig. La la lo, la li le. Hup, 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 hup. Zijn we er al geweest? Misschien wel, misschien niet. Oké, jongens, ik ga terug, denk ik, naar mijn kasteel, kingdom. Shizzle. Want ik kom nooit meer terug. Nee, maar... ik ga echt de weg nooit meer terugvinden. Scheiße. Ik heb niet eens diamonds gevonden, weet je dat? Nog niet. Oh, fuck, wat? Wat? Waar? Oh, fuck. Nee, 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 nee. Bad kitty. Oh, nee! Nee! Eet, 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 eet! Oh,